Zeeuws besmettingscijfer wil maar niet dalen. Het is woensdag 4 november. Dit is Zeeland Nu. Zeeland gaat van zorgelijk naar ernstig. Binnen een kwartier de uitslag van je test. En 5 generaties schoenmakers en misschien wel 6. Dag dames en heren. Het aantal coronabesmettingen in Zeeland is de afgelopen week zo sterk gestegen dat de regio van zorgelijk naar ernstig gaat. De afgelopen week zijn 884 Zeeuwen positief getest, volgens cijfers van de GGD. En ik praat daarover door met Ilja Tuning. Ja, Ilja, wat betekent dat precies, dat predicaat ernstig? Dat betekent dat we naar risiconiveau 3 zijn gegaan, het ene hoogste risiconiveau. Ja, Zeeland was vorige week nog de enige regio in heel Nederland op risiconiveau 2 zorgelijk. Nu dus eentje opgeschoven en dat betekent dat hardere maatregelen nodig zijn. Nou, die zijn afgekondigd voor het hele land. Die maatregelen zijn dus nu ook extra belangrijk voor ons. Hoe komt nou die stijging hier? Want landelijk lijkt het allemaal iets af te vlakken. Ja, dat is al onduidelijk. Je ziet een hele sterke stijging. Vooral als je kijkt naar de cijfers van de afgelopen 8 weken. Een enorme stijging naar bijna 900 positieve testuitslagen vorige week. Ongekend hoog, nog nooit gezien. Maar het is lastig om erachter te komen waar dat aan ligt. Niet onbelangrijk, het aantal testen is enorm toegenomen. Als je meer test, vind je ook meer testuitslagen. Dus dat is in ieder geval een van de redenen. Ja. Nou lag gisteren het aantal besmettingen, het dagaantal, op 87. Dat is een stuk lager dan eigenlijk de hele week daarvoor. Toen was het steeds boven die 100. Vandaag ligt het op 136. Zijn we dus weer flink omhoog. Hoe komt dat nou allemaal? Hoe zit dat precies? Ja, die dagcijfers kunnen heel erg fluctueren, heel erg verschillen. Omdat er bijvoorbeeld op een dag minder wordt getest. En dan vind je minder besmettingen. Op een andere dag wordt er misschien meer getest. Of komen er meer mensen uit een bepaalde besmettingscluster zich laten testen. En dan vind je veel meer besmettingen. Een cijfer boven de 100, dat is wel echt veel voor Zeeland. Het is hoopvol dat er ook cijfers zijn lager dan 100. Maar er is weinig over te zeggen. De GGD zegt ook, ja, je moet kijken naar cijfers van meerdere dagen, zoals deze weekcijfers. En trekken de ziekenhuizen het nog hier? Nou, de Zeeuwse ziekenhuizen zijn in vergelijking met andere ziekenhuizen in Nederland maar een heel klein beetje opgeschaald. In andere delen hebben de ziekenhuizen veel meer coronabedden moeten realiseren dan hier. Dus hier zit er nog wel wat rek in. Maar ja, artsen, verpleegkundigen, ze hebben maar één paar handen. Zodra je weer meer opschaalt, meer bedden organiseert, dan betekent dat meteen dat de gewone zorg daaronder te lijden heeft. Ja, en dat wil iedereen zoveel mogelijk voorkomen. Duidelijk, dankjewel Ilja. En opnieuw zijn de coronamaatregelen aangescherpt door het kabinet. Die gaan vanavond vanaf 10 uur in, met maximaal 2 mensen op straat. Niet reizen naar het buitenland. Publieke ruimtes dicht, zoals musea en bioscopen. Maar ook de bibliotheken. En dat merkten ze gelijk bij de Biep in Middelburg. Daar was het druk. Veel mensen kwamen nog snel even hun slag slaan. Het lijkt een beetje op hamsteren, toch wel. Ja, want nemen mensen ook echt veel meer boeken mee als anders? Ja, het is naast dat het druk is, is het ook echt wel dat mensen grotere hoeveelheden meenemen. Je mag op je bibliotheek pas, de meeste bibliotheek pas, 15 boeken. En we zien dat mensen dat echt wel doen. Lise, dat is een boekenwurm, dus die wilde toch nog graag even een nieuw boek hebben. Ik heb gauw nog even een paar boeken gehaald, dat ik er even tegen kan. Hoe belangrijk is de bibliotheek voor u? Ja, hartstikke belangrijk. Hartstikke belangrijk. Komt daarmee toch, als je een boek leest, kom je toch in een andere wereld. En het is gewoon hartstikke belangrijk. Ja, zeker weten. Andere sectoren haalden opgelucht adem, zoals contactberoepen. Bij deze kapsalon in Terneuzen merkten ze de laatste dagen al dat het drukker was dan normaal. Klanten waren toch een beetje bang dat de kappers weer dicht zouden moeten. Maar dat bleek dus niet het geval. Ja, ik ben zeer zeker opgelucht, ja. Zat je een beetje in de rat? Ja, tuurlijk. Ik denk dat elke ondernemer bang is om zijn onderneming te sluiten. Ja. Jezelf laten testen en binnen een kwartier horen of je wel of geen corona hebt. Vandaag ging in Zeeland de eerste commerciële snelteststraat open, bij landgoed Rijkholt in Geersdijk. Het
gaat heel soepel. Je in je auto rij je naar beneden en komt iemand naar je toe, die neemt de test af. En je rijdt weg en je hebt een kwartier later de uitslag in je inbox. Goedemorgen. Mensen krijgen daardoor sneller een beeld van hoe ze ervoor staan. Ik vind alleen, ja, de prijs vind ik niet echt te rechtvaardigen, zeg maar. Ik heb zoiets van, ja, er moeten mensen betaald worden natuurlijk, dat snap ik. Maar ja, ik vind het een goede insteek. Het mag allemaal wel wat sneller. Natuurlijk als bedrijf, als je medewerker een dag thuis zit of het kost je 100 euro. Ja, dat is het pennywise pound foolish om het niet te doen, denk ik. Een snellere test betekent sneller wetenschap, snel dingen kunnen doen. Hoeft het bedrijf niet zonder personeel te zitten. Want ja, stel dat ik het wel heb, kan ik gelijk actie ondernemen. Eenzaamheid tegengaan. Het is momenteel topprioriteit bij 7 Zeeuwse gemeenten. Als er niets gebeurt, waarschuwen hulpverleners, kunnen de gevolgen van eenzaamheid rampzalig zijn. Echt geval is suïcide. Adil Vertoet wint er geen doekjes om. Echte eenzaamheid kan mensen letterlijk kapot maken. Vertoet werkt als maatschappelijk werker bij SMWO in Goes en organiseert vanuit daar bijeenkomsten zoals deze, de wijkcirkel in Goes, om mensen bij elkaar te brengen. En hij ziet volop eenzame mensen in zijn werk. Ja, ze zijn echt heel ongelukkig. Ze worden er ziek van. Ze worden heel negatief. Ja, logisch ook wel. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 50% van de 65-plussers hier in Goes zich wel eens eenzaam voelt. Ja, en er heerst een taboe op dat onderwerp. Want ja, dat je eenzaam bent of je heel erg alleen voelt, dat zeg je niet zomaar. Klopt, ja. Ja, dat denk ik ook wel. Vooral bij jongeren. Ouderen ook wel een beetje, denk ik. Maar ik denk over eenzaamheid, ja, wat is eenzaamheid? Iedereen schat het anders in, geeft een eigen invulling erin. En mensen willen het ook niet erkennen, inderdaad. Ik denk dat mensen dat inderdaad onderschatten, ja. Een ander initiatief om mensen bij elkaar te brengen in Goes is in buurtcentrum De Pit. Daar konden buurtbewoners tot de aanscherping van de coronaregels elke maandagavond komen eten voor 6 euro. Nou, het is leuker dan alleen thuis zitten. Je praat en je lacht en je ziet dus andere mensen, je bent eruit. We zitten al maanden een beetje aan huis, gekluisterd alleen. Nee, dit is geweldig. Je hoeft niet te verzinnen van wat moet ik eten. Gewoon gezellig hier naartoe en gezellig praatje maken. Dat bevalt me prima. De gemeente Goes trekt er 50.000 euro voor uit om eenzaamheid aan te pakken. Ook Capelle, Terneuzen, Vlissingen, Hulst, Middelburg en Veren willen eenzaamheid gaan aanpakken door samenwerkingsverbanden in de gemeente op te zetten. De zogenoemde lokale coalities tegen de eenzaamheid. Als mensen sociale contacten missen, dan gaat er heel vaak een negatieve spiraal in werking. Je ziet dat mensen depressief worden, lichamelijke klachten gaan ontwikkelen. En dan op een gegeven moment ook steeds minder naar buiten durven te komen. Dus je kunt zeggen van die negatieve spiraal, daar wil je eigenlijk niet in komen. En daarom is het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en gezelligheid vinden. Kijkt u er naar uit als het... Ja, ik kijk er naar uit. Altijd als er hier wat te doen is, dan ga ik. Eigenlijk wilde hij straaljagerpiloot worden. Maar Rens Hillebrand uit Goes is toch in de voetsporen van zijn vader getreden en schoenmaker geworden. De 5e generatie. Ik heb samen met mijn vader eigenlijk een keer 2 units gekocht in Duitsland. En die hebben ze hier geïnstalleerd. Toen konden we met z'n 2 echt als team werken. Dan was ik echt aan het schuren. Mijn vader deed al werkgedeelte. Zo waren wij een team samen. En dat ging als een malle. Rens Hillebrand was voorbestemd om schoenmaker te worden. Want na 3 meiden werd er eindelijk een zoon geboren. Ik kwam eruit en er was wel gelijk, daar hebben we de schoenmaker. Dan hoor ik dat nog wel eens. Vanuit de familie. Maar ik had zoiets van, ik weet niet of ik dat wel wil worden. Maar eigenlijk wou ik gewoon straaljagerpiloot worden. Ik wou graag in een F-16 vroeger. Dat weet ik nog wel. Ja. Maar ik denk dat ik net niet genoeg studiebol was om zover te komen. Daarom was de keuze makkelijk gemaakt toen hij op zijn 15e als bijbaan in de winkel ging werken. En op die manier een hechte band met zijn vader kreeg. Hij was niet zo heel veel thuis. En als hij thuis was, dan was hij vaak ook een beetje, hoe zeg je dat, op de bank liggen, weet je wel, lekker avondeten gehad en dan even lekker lang uit. Dus dan wat is dus een rustmomentje.
Dus ik heb hem echt leren kennen toen in die periode dat ik met hem samen werd. En toen heb ik hem echt leren kennen hoe hij was, ja. Ja. Heel veel van hem geleerd, ook over het leven, weet je wel. Dat je ook gewoon dingen aan je pa kan vragen, wat ik nu echt wel mis. Zeker ook in deze tijd. En nou, toen hij is plotseling overleden in 2011, toen heeft dat echt mijn besef gehad van nou, die waardevolle jaren waren niet voor niks. Inmiddels werkt Hillebrand er bijna 20 jaar en geen dag is hetzelfde. Het mooie van de diversiteit is ook dat je dus klanten gaat helpen, maar dat je ook gewoon werk aan het doen bent en je bent aan het verkopen en je bent een praatje aan het maken. Ja, dat vind ik wel fijn om mijn vak. Hillebrand is niet van plan om snel te stoppen, maar hij heeft al wel een potentiële opvolger. Ik heb wel een zoontje, dus de zesde generatie zou zomaar kunnen komen. Wie weet. Die zegt dus nu wel dat hij het zou willen worden. Hij vindt alles mooi wat papa doet. Ja, dus dat is superleuk. Maar ik ga hem daar niet naar pushen, zeg maar. Van, nou, ik wil dat hij schoenmaker wordt. Nee, ik laat hem volledig vrij. Maar het zou leuk zijn als hij het zou willen worden natuurlijk. Ach, ik ga morgen wel sporten. Je zult niet de enige zijn die dat denkt in coronatijd. Gemotiveerd blijven om te bewegen blijkt niet eenvoudig te zijn, zelfs niet voor topatleten. Want moet je stevig blijven trainen, ook als er geen wedstrijden zijn? Tim van den Broeke uit Vlissingen probeert er het beste van te maken. Hij gaat trainen, ondanks dat hij denkt dat er pas weer in de zomer wedstrijden zullen zijn. Ja, waarom ik nu zou lopen is omdat als ik dat als individuele sporter niet doe, dan raak ik helemaal basisconditie kwijt. En dat betekent dat ik mijn eigen doelen van de zomer niet ga halen. Dat weet ik op dit moment al. Als ik een hele winter lang niks doe, dan loop ik van de zomer geen deuk in een pakje boter. En dat wil ik voorkomen. En dus ben ik op dit moment alsnog gewoon heel hard aan het trainen. Maar de zomer is nog ver weg en je kan ook denken, ik geef mijn lijf even wat rust. Ja, het is een beetje hetzelfde als dat je het vergelijkt met het doen van een toets. Bijna iedereen die leert twee en misschien één dag van tevoren voor een toets. En dan weet je dat het resultaat niet optimaal is. Wat veel beter is natuurlijk, is om 2-3 weken van tevoren rustig aan in stapjes te beginnen met leren. Waardoor je uiteindelijk die toets wel een heel goed cijfer haalt. Of veel beter de stof begrijpt. Ook al loopt Tim liever in een groep, hardlopen kan je ook in je eentje doen. Voor groepsporters is het door de regels toch wat lastiger. Omdat ja, ik ben toch gewend in een groep te sporten. Ik haal toch ook mijn motivatie en ik haal mijn energie en ik haal mijn knuffelhormonen, mijn oxytocine. Haal ik toch een beetje uit de kleedkamer, uit het samen te gaan doen. Voor een aantal mensen ook de derde helft. Daar haal ik toch heel veel plezier uit. En dat is er op dit moment even niet. Tim heeft de hulp van trainster Anjolie Engels, Antons vrouw. Samen kijken ze naar de doelen voor Tim. De reden dat hij ook echt gaat trainen heeft voor hem te maken met zijn einddoel. Ja, nou uiteindelijk is er maar één wedstrijd in Zeeland die heel erg belangrijk is. En dat is ook de reden waarom ik ben gaan lopen. Dus dat is het uiteindelijke doel over een jaar of twee of drie. En dus dat is dan die kusmarathon. Ook als je die één op één hulp van een trainer niet hebt, zijn er dingen die je kan doen om gemotiveerd te blijven. Samen gaan kijken wat voor challenge kunnen we doen. Hoe vaak kan iemand een trap oplopen. Zoek een maatje waarmee je gaat trainen. Heb contact met de verzorgers, met de staf van de club. Wat we kunnen gaan doen in relatie tot trainerschema. En ik hoop toch dat elke voetballer, en korfballer of hockeyer of rugbyer inspanning ook wel wat leuk vindt. Dan op elkaar en gaan is dus het advies. Het was een fraaie herfstdag. Veel zon, enkele stapelwolken, temperaturen rond de 12 graden. Vannacht koelt het stevig af naar 2 tot 6 graden. Morgen begint mistig. Later op de dag vrij veel zon en er staat weinig wind. Na het nieuws een nieuwe aflevering van Zeeuwse Dokters. Zij leeft in een omgeving waar de dood niet ver weg is. En zij wordt dus geconfronteerd met nachtmerries, mogelijk hallucinaties, waarbij dat ze zichzelf overleden ziet. Dat is erg confronterend, maar het is wel de realiteit van het verpleeghuis. Ja, dat zie je dus nu, met aansluitend het uitgebreide weerbericht voor de provincie. Een fijne avond.